Dag, vandaag gaan we een uh, draadboeket maken. Een tijdrovende techniek, maar wel een hele leuke techniek. In het draadboeket gaan we allerlei bollen lijmen, zoals je hier ziet. Ik heb nu gekozen voor allerlei bollen in knop nog. Uh, de bollen die komen dadelijk tot bloei uh, en wanneer ze uitgebloeid zijn knip je de bol af plak je er weer nieuw in. Dus een boeket wat, uh, wat blijft leven en wat je ook in leven kunt laten houden door er elke keer weer iets nieuws in te plakken. Wat erg leuk is, ik heb hem nu in het zilver gedaan, maar je kunt hem natuurlijk op allerlei verschillende manieren maken uh, en in allerlei verschillende kleuren. Voor dit uh, bolle boeket gaan we een uh, frame maken. Voor het frame heb je uh, laspinnen nodig. We gaan eerst deze tien draden met elkaar uh, verbinden door middel van uh, uh, watervast tape wat ik hier heb en je maakt ongeveer een handvat zo groot als je hand ongeveer is. Dus op deze hoogte gaan we beginnen met de watervast tape. Met het watervast tape maken we de draden aan elkaar vast en rollen we het tape zo naar beneden. En op deze manier heb je eigenlijk een handvat voor het frameboeket wat we gaan maken. Vervolgens gaan we deze pinnen Uitbuigen, maar voordat we dat gaan doen is het raadzaam om hem even een klein beetje op lengte te knippen. Dus ik haal ongeveer 1 vierde van deze lengte laspinnen ervan af. Wanneer je ze afgeknipt hebt, kun je ze uitbuigen en dan buig je ze rondom uit voor de basis van dit boeket. Voor het boeket wat ik nu ga maken heb ik ongeveer zo'n 4 tot 5 klossen wikkeldraad nodig. Ik heb gekozen voor het gegalvaniseerde wikkeldraad. Dan heb je een tal van kleuren. Ik vind het nu leuk om met zilverdraad te werken. Je maakt het zilverdraad aan één van de pinnen vast. En vervolgens ga je over de volgende en sla je hem er een keer omheen. En dan ga je door naar de volgende en daar sla je hem ook een keertje omheen. En zo ga je eigenlijk helemaal rond. En elke keer sla je het draad weer over het metaaldraad of de metalen pinnen heen uh, en belangrijk hierin is het dat je het consequent doet dus je gaat er overheen en er onderdoor en dat doe je bij de eerstvolgende ook er overheen en er onderdoor ondertussen ben ik aan het eind van mijn vierde klosje en die werk ik af nou daar hou je nog een klein stukje over en dat wikkel ik om het uh, metale, om de metalen laspin heen en dit is eigenlijk het einde van het frameboeket. en u ziet dat het een heel spinnenweb is geworden. Dan vind ik het eigenlijk altijd nog wel leuk om ook nog even te zorgen voor een mooie afwerking. Daarvoor heb ik een aantal parels gekozen. Wit zilveren parels. En dan doe ik een klein drupje hete lijm in en die zet ik vervolgens op de uiteindes. Dan heb je ook nog even een leuke afwerking. Vervolgens gaan we dit boeket, dit frameboeket, wat we hier hebben, gaan we mooi aankleden. Um, ik had in gedachten om te werken met deze met mos begroeide uh, larikstakken. Dat uh, vind ik zelf een hele mooie uitstraling hebben. En deze uh, takjes zijn een beetje zilvergrijs met kosmos begroeid. En vind ik eigenlijk fantastisch staan bij dit uh, frame. Uh, dit gaan we vastzetten met draad en met hete lijn. De basis... Zet ik vast met draad om in ieder geval te zorgen voor een goede verbinding met het boeket. Dat het er niet uitvalt. En de overige stukken die lijmen we er tegenaan. Ik heb er nu drie of, uh, ingebonden met, uh, met uh, wikkeldraad. En vervolgens kunnen we verder gaan met, uh, met de hete lijm. Wanneer je dit erin gaat doen, deze takjes, zorg dan voor een goede verdeling, maar doe dat niet te, te schools. Zo noem ik dat altijd: op een schoolse manier is dat je alles echt heel goed evenredig verdeelt, dat je overal evenveel hebt zitten. Beter is om het, om het een beetje random te doen, dus uh, her en der, zodat het lijkt alsof het er echt natuurlijk ingevallen is. Dat geeft een veel speels en spannender beeld. Wanneer alle takjes erin gelijmd zitten, zorg dan dat je alle ...lijmresten, alle lijmdraden, wel uit het boeket haalt. Die geven altijd een heel storend beeld in het geheel. En op deze manier heb je al een hele gave basis om dadelijk je materialen daarin te gaan verwerken. In dit stuk gaan we eigenlijk alleen maar bollen verwerken. Uiteraard kun je hier ook bloemen in verwerken, die kun je er doorheen steken. Vervolgens komen ze in een fase uit en krijgen ze ook nog water. Wat ook heel leuk is, is om allerlei succulenten erin te doen, bijvoorbeeld vetplantjes en dergelijke. Maar in dit geval heb ik gekozen voor bloembollen. De bloembollen gaan we erin plakken met hete lijm. Ik doe de hete lijm op de grens van de wortels en de bol. Niet te veel, maar wel een, uh, voldoende om hem goed vast te zetten. Um, en met deze hete lijm verwerken we de bollen in het uh, boeket. Ik heb hier twee uh, amaryllisbollen, die vormen een beetje de basis voor het boeket. Die heb ik een beetje geschild, zodat die witte bol mooi afsteekt tegenover al dat zilver en grijs. Ik heb hier nog een aantal hyacinten en die ga er ook nog krookjes in verwerken. Wanneer je de bollen erin gaat verwerken, geef ik eigenlijk altijd het advies, begin met de grote bollen, zoals die amaryllissen die ik hier in het midden heb gedaan. Vervolgens werk je naar de kleinere bolletjes. Op die manier kun je altijd de mooiste verdeling maken. Dus eerst de amaryllissen, dan de hyacinten en vervolgens komen de krokusjes erin. Een hele bos stielgras, gewoon door drieën geknipt. En dan lijkt het wat meer en wat voller. En die leg je vervolgens om de steel van dit boeket. De deel je een beetje rondom, zodat je de, eh, zodat je het water van niet meer ziet. Vervolgens pak je weer dat wikkeldraad en dat wikkel je om de steel. Trek het geheel goed strak aan, dat de grassen op hun plek blijven zitten. Een mooie dikke bundel draad. Geeft het beste effect. Dus laat duidelijk zien wat je doet en maak daarom een mooie dikke bundel. Ik heb hem nu op twee plekken. Ik ga hierboven nog een paar meer draadjes doen. Wanneer je klaar bent, knip je het draad af en dan heb je het begin met het uiteinde en dat verbind je aan elkaar. Vervolgens knip je het draad af, het overtollige draad. En op deze manier heeft u uw bloemboddenboekje.